Aan de slag, zou ik zeggen. Goedemorgen. Jij hebt de taxi gebeld, hè? Ja, dat klopt. Oké. Wat een rare boodschappentas heb je bij. Ja, zwaar ook vooral. Ja. Wat gesjouw. Meestal heb ik echt mijn hele drumstel bij me enzovoort. Oh, maar zit daar in die tas ook apparatuur misschien? Ja, er zit hier een cajon in. Een? Een cajon. Wat is dat nou? Dat is een, dat is een soort van... cajon betekent kist. Dat is een soort van kist waar je op, een houten kist waar je op zit. En daar kan je op spelen met je handen. Oké. Ja, dus wat ik goed begrijp is dat je bent muzikant van beroep. Klopt, ja. Maar drummers zijn eigenlijk net keepers. Er is een steekje aan los. Ja. Lijkt mij toch dat een vrouw die drumt, dat heeft ook wel iets erotisch, toch? Het heeft wel iets, het heeft gewoon iets aparts en dat triggert veel mannen ook wel, denk ik. Ja, hoewel een vrouw maar op saxofoon vindt... Maar vrouwen ook, hoor. Dat is echt, dat is ook heel bizar. Hoe vaak ik wel niet na een optreden door een vrouw gevraagd word of ik wat netter wil drinken enzovoort. Nee! Ja, echt waar. Ja. Ja, daar kan ik helemaal niks aan doen. Ik geef helemaal geen signalen af, maar... Dus het is een lesbo-gevoelige muziekrichting. Wat hoor ik, rijdt u zelf ook zo'n auto waarin ik rijd? Het is bijna dezelfde. De mijne is ietsje jonger, maar... En een andere kleur, maar wel een verkeerslichtkleur. Oké. Een Toyota Crown. Een Toyota Crown, ja. En hoe bent u daaraan gekomen? Die heb ik mezelf cadeau gedaan voor mijn 50ste verjaardag, ja. Maar dan moet dat wel iets heel bijzonders voor u zijn. Natuurlijk. We noemen er ook de prinses. Zelfs bij de garage zeggen ze de prinses is in het huis. Als er voor een beurt is. Dus, wat hoor ik? U was onlangs 50 jaar getrouwd. Ja. Maar gaat dat niet enorm vervelen? Oh, die momenten heb je ook wel. Toch wel. Ja. Maar ook nog wel eens in die 50 jaar dat u... nog kan herinneren een heftige ruzie gehad. Dat je denkt van nou, nu is het afgelopen. Ja, nou, helemaal afgelopen niet, maar wel, toch? Of, ja? Of jij wel? Bij ons zeggen we dan, breek met de bekje los. Mijn vader zei vroeger al, na een donderbui klaart de lucht op. Ja. Die ken ik. Maar ik heb ook wel eens donderbuien meegemaakt dat het nog donkerder werd. Ja. Mijn vader zei altijd, achter de wolken is er nog meer regen. Oh ja? Oh, dat kan maar, ook, ja. Maar dan bent u waarschijnlijk van het optimistische kaliber. Ik denk het wel, ja. Dat kun je wel zeggen, ja. Ik wil graag naar het Stadionplein, alsjeblieft. Het Stadionplein? Ja. Zo, okay. Zeg. Wat een hitte, hè? Jeetje zeg, wat een dag. Nou. Het is in dit land hollen of stilstaan. Ja, het is echt niet te geloven. Om maar eens een cliché uit de kast te trekken. Gisteren waai ik mijn hip nog uit en vandaag stik ik te moord, man. Je kwam toch uit Paradiso? Ja. Ja, net eventjes een kleine soundcheck gedaan. Voor wat? Nou, ik speel met een band. Oké. En ik ben zelf artiest. En wat speel je? Of wat voor muzikant ben je? Ik speel nu geen instrumenten meer. Ik was vroeger speelde ik wel drum, maar ik ben vooral een MC. Een tekstschrijver, een rapper eigenlijk. En ik zing ook, weet je, dus vocalist. Oké. Kan jij in Nederland je brood er redelijk mee verdienen? Of, ik zie dat je een dikke gouden ketting om hebt, dus... Ja, maar dat hebben alle Surinamers, hè? Oh, dit is Surinaams goud? Ja, Surinaams goud, ja. Oké. Ja, het is een oude auto, dus er zit ook geen airco. Tenminste, hij werkt niet goed. Nee, ik snap het. Maar. Maar het is wel een mooie auto. Ja. Het is echt een auto. Het is een pronkstuk. Het is een pronkstuk. En het is ook zo dat het lijkt mij voor dit soort beroep. Want het is een hele ruime auto, toch? Nou, je zit goed, ja, toch? Ja, dat is geen enkel probleem. Nee. Dat is wel eens anders met taxis. Ja, dat je met je knieën in je nek ligt. In het desperkastje zit. Ja. Ja. Nee. Ik ken hem wel, hoor, die kraan. Oh ja? Ja. Ik heb vroeger heel veel mee te maken gehad in het bedrijf. Ben je ook taxichauffeur geweest? Ik ben ook taxichauffeur geweest, ja.
Ja, want ik vond het toch wel bijzonder wat u net zei, dat u uzelf voor uw 50ste verjaardag dat cadeau... Waarom heeft uw man het u niet gegeven? Was hij daar te gierig voor? Of, Nee. Het is, ik kwam de auto tegen en ik dacht, dit is wat ik hebben wil. En toen heb ik die auto gekocht. Okay. Dus ja, min of meer... Het was een beetje liefde op het eerste gezicht. Het was absoluut liefde op het eerste gezicht. En was dat met uw man ook? Nee, ja. U zei eerst nee. Maar ik vind 50 jaar bij elkaar, vind ik, en dat nou komt de verrassing, dat is wel een klein bloemetje waard. En ik kwam er eigenlijk op omdat ik hier een bloemenstal zie. Hey. Moment, hè? Ja. Oh, wat enig is dit. Ja, doe maar even je raampje iets open. Wat is hier al warm? Stapt u er maar even uit, want ik wil u toch eventjes feliciteren met 50-jarig huwelijk. En niet alleen dat u 50 jaar bij elkaar bent, maar ook dat u 50 jaar Toyota rijdt. Of 40, hè, dat is nou weer jammer. Ja. Ik bedoel, eerste man, daar hebben we het al over gehad. En op de Dam was je eerste man. En dan zat er eentje half in te suffen, omdat het heel stil was. En was hij eigenlijk aan de beurt en sliep hij achter zijn stuur. En dan riepen ze, Karel, je bent aan de beurt, Karel. Maar wat is er nou zo bijzonder dan aan Amsterdam? Ja, de gezelligheid. En er is hier altijd wat... Ja, dat zeggen ze, ja. Ja. Gezelligheid. Maar jij bent toch ook Amsterdammer, of niet? Ja, maar ik moet me neutraal houden. Oh, oké. Okay. Dus ik doe net of ik neutraal ben. Oké. Okay. Wat is nou voor jou echte Amsterdamse humor? Ja, weet je, dat is lastig om daar je vinger op te leggen. Dan moet je echt, denk ik, naar zo'n koopman gaan. Zo'n koopman hier op de markt. Die verzin ze waar je bij staat, weet je wel. Ja, maar ik verzin ze ook waar je bij staat. En dat kan ik ook een koopman. Verbeeld je, ik ben koopman op de Albert Kuip. En er komt iemand langs en die zegt... Koopman, zijn de sinaasappels zoet? Dan zou ik meteen zeggen... Mevrouw, ze hebben vandaag nog geen mond open gedaan. Kunt u, als u nou na 50 jaar huwelijk een moment naar voren zou moeten halen wat u samen gedeeld hebt, wat is dat dan? Hebben jullie een moment van, nou, dit was toch wel dat we dachten, dan hebben we het toch niet voor niks gedaan? Nou, kijk, de kinderen, geboorte van de kinderen is natuurlijk helemaal prachtig. Van onze oudste. Ja. Waarom vooral? Oh, dat was... Nou, niet bepaald een fluitje van de cent. Oh. Dat is een behoorlijk moeilijke bevalling. En ik weet nog, toen ik hem voor het eerst bekeek, ik dacht van, jee, wat een lelijk jong. Ach. En ik vond hem mooiste kind van de wereld natuurlijk. Ja. Dat was ook zo. Nou ja, dus, maar dat is toch een smaakkwestie? Dat kan je toch niet voor je eigen kind zeggen? Nee. Was hij echt zo lelijk? Nee. Nou, maar hij is goed opgedroogd hoor. Ja, hij is heel mooi opgedroogd. Maar in het begin hield u hard vast. Van, wat moet daarvan worden? Ja, een beetje scheef hoofd. Maar dat is allemaal goed gekomen. Nou, zo heb ik eens een oudere man gekend en die... Die had in een paar jaar tijd, in de jaren 60, 70, had hij er 2 miljoen erfenis doorheen gedraaid. Maar die man stond toen bekend als dat als hij een taxi instapte, in de jaren 60, 70, dat hij dan altijd op het eind van de rit zei, hij was heel bekakt, Heintje Harms had aan Beek. En dan zei die chauffeur, hoeveel kinderen heeft u? Nou, dan zei zo'n chauffeur 2. Ja. En dan kreeg die chauffeur voor elk kind een tientje. Dus 20 gulden. Ja. Nou ja, maar toen was die taxiwereld nog klein. Dus vroeg of laat, de een had 1 kind, de ander 2, de ander 3. Maar tot er op een gegeven moment dat het verhaal zich rondsprak. En dat hij bij een chauffeur in de taxi kwam. En op het eind vroeg, chauffeur, hoeveel kinderen heeft u? 12. Waarop die chauffeur zegt, 12. Zien we. Waarop die man zegt, dan neukt u te veel. En liep kwaad weg. Stel nou, jij moet mij aankondigen. Aha. En met het weinige wat je van mij weet, of misschien weet je wel meer dan ik denk, maar dat weet ik niet. Ja. Een aankondiging, zeg maar, dat je mij aankondigt, een aankondiging van 2 minuten. Ja.
lukt je dat. Mag ook 3 minuten. En het moet een aankondiging zijn dat mensen echt denken van, nou, die kerel die wil ik echt zien. Ladies and gentlemen, dames en heren, I'm proud to present one of the most famous cab drivers in the whole of the Netherlands. He's been working with people internationally, but he had so many guests in the car, but now he got a superstar, aka Complex. I'm talking about the main man, Martin Spanja. You know that Toyota got more than a star, we got a crown on the head. That's right, y'all, more than 50 years in the Netherlands. So we driving and cruising, and everybody know that we get busy with a live show. Complex on the mic, I'm showing you the word. Martin Spanja and me, we're getting busy, that's my word. Hey! Yeah, yeah. Nou, dat doe ik je niet na, hoor. Nou, zei jij net dat je ook bij je ouders thuis op de keukentafel, dat je constant met dat ritme bezig bent. Ja. Maar ik heb je nog geen één keer zien trommelen. Ik heb ook nog nooit echt in een taxi moeten spelen. Maar ik, nou, ik zou het eerst gewoon eens op die voorstoel doen. Klinkt al heel professioneel, moet ik zeggen. Nee, echt maar. Daar hoor je toch dat iemand daarvoor gestudeerd heeft. Maar doe het nou maar eens even op die boodschappentas. Heb je oordoppen bij je? Nee, ik kan wel iets hebben. We zijn er, de Albert Kuip. Hé, wat jammer nou. Ja. Hé, we gingen net zo lekker. Ja, dat zei ik vannacht ook tegen me. Nou ja, sorry. Oké, tot ziens.